5-4 is de stand hier in de eerste set in het voordeel van Jelena Dokic. En Alexandra Stevenson uit San Diego in Californië gaat opslaan. 15. Kan echt heel goed serveren, Stevenson. 1,85 meter lang. Vooral die eerste service is een enorme klap. Mooie enkelhandige backhand. Het mislukt hier dan weliswaar, maar technisch ziet het er allemaal erg stijlvol uit. De snelheid van de service. En een ace van Stevenson. Sterke service game. En zo wordt het 5-5. Of heeft die service het net geraakt? Nee, die service die mag opnieuw. 40-15 is nog steeds. Elektronische apparaatje dat de netballen meet bij het opslaan. Nu dan wel, 5-5. Ze hebben iets gemeen in hun carrières. Beide maakten ze in eerste instantie furoren op Wimbledon. Stevenson deed dat in 1999. Haalde de halve finale als kwalificante. En dat was bijzonder, want sinds John McEnroe dat deed in 1977 was dat niet meer voorgekomen in het toernooi. Het mannen- en het vrouwenenkelspel. Jelena Dokic haalde in dat jaar die kwartfinale, verloor toen van Alexandra Stevenson in die kwartfinale. Was ook een kwalificante. En haalde het jaar erop in 2000 zelfs de halve finale op Wimbledon. Stevenson heeft nog geen toernooizege op haar naam staan tot nu toe. Dit jaar finalisten in Memphis. De staat Tennessee, Amerika. Verloor van Lisa Raymond in die finale dat ze een matchpoint had en hem niet wist te benutten. Gelijk, 5-5. Gaat erg gelijk op. Ah,
dwingend met de backhand, Stevenson. Djokovic loopt uit naar een 6-5 voorsprong. Jelena Djokovic. En de eerste klap is altijd een daalder waard. Deze 12e game van de eerste set. Het gaat om een plaats in de kwartfinale van de Swisscom Challenge in Zürich. En de winnares van deze partij speelt tegen, en dat weet u inmiddels al, Conchita Martinez. De Spaanse die gisteren Jennifer Capriati versloeg. Speelsters hebben eerder tegen elkaar gespeeld. In onderlinge ontmoetingen staat het 2-1 voor Djokovic. Ze speelde dit jaar eenmaal. En die wedstrijd werd gewonnen door Djokovic. Dat was bij de Open Canadese kampioenschappen van de zomer in Amerika. Of in Canada natuurlijk. Op een hardcourtbaan. 3 sets voor Djokovic. Daar probeerde ze iets, Stevenson, met die tweede service. Wat meer risico te nemen. Kost haar een dubbele fout. Ja, schitterend gedaan. Mooi, die veeg daar schuin over de baan, die op de lijn landde. En dan de korte bal, want Stevenson is redelijk snel, maar niet supersnel. Moet toch dat lange lichaam in beweging zien te krijgen. En zo zijn er 2 setpunten voor Djokovic. Nu lukt het wel. Voordeel Stevenson, op het randje van de tiebreak. Thank you.
tweede dubbele fout van de game. En voor de derde maal is het 40 gelijk. Ja, het is af en toe niet te doen om die bal terug te slaan, die opslag. Ze varieert de richting uitstekend. Tokic heeft moeite met het zien, met het oppakken van die bal aan de overkant. Het is overigens de korte kant, hè? De lage kant van het net ook, waar die bal overheen gaat. De bal is kort onderweg, korter dan wanneer die naar buiten wordt geserveerd. En dan is het inderdaad 6-6. En krijgen we een tiebreak, deze eerste set. Met Tokic als eerste aan service. Dokic. 2-1 Dokic, tweemaal aan service. Ja, als het gaat om slagenwisselingen vanuit het achterveld, dan is Tokic daar natuurlijk toch beter in dan Stevenson. Die neemt heel gauw in de rally meer risico. En dat gaat ook wel eens fout. Het loopt op rolletjes. Prachtige bal. Scherper kon die bal niet worden gespeeld. Conchita Martinez. Zij speelt tegen de winnares van deze wedstrijd. Won heel knap van Jennifer Capriati gisteren met 6-0 en 6-3 maar liefst. Speelde echt erg goed. Hoewel Capriati niet zichzelf was. Blesseerde zich ook nog in de tweede set aan haar linkervoet. Maar daar kan je toch partijverlies niet op afschuiven. Wisselen van speelhelft hier. Slaat heel makkelijk die ace. Tokic tweemaal aan service 4-3.
Ja, we zijn terug bij 4-4. Van een 4-1 voorsprong van Tokic nu naar 4 gelijk. Vier punten op rij. Stevenson. Kijk eens even. Ze loopt uit naar 6-4 en krijgt 2 setpunten. Dan laat Dokic het hier toch heel lelijk liggen. Tweede setpunt, Stevenson. Ja, die bal is in. 6-6. Dokic ging al heel gedecideerd naar het net om weer te wisselen van kant. Geen protest van Stevenson. Maar ze kijkt niet al te gelukkig. Dokic kan veel druk aan. Nog één servicebeurt. Oh, oh, oh. 7-6 Stevenson en een derde setpunt. Dat is een slordige dubbele fout. Tweede service kwam heel snel achter de eerste aan. Op zo'n punt mag dat toch eigenlijk niet gebeuren. Ja, en de eerste set gaat toch naar Alexandra Stevenson. Ze wint de tiebreak met 8-6. Nadat Dokic aanvankelijk met 4-1 voor stond en eigenlijk heel gemakkelijk die tiebreak leek te gaan winnen. Dit is moeder Samantha, moeder van deze Alexandra Stevenson. Het gaat maar om enkele punten natuurlijk in zo'n tiebreak. 2 stuks om precies te zijn. Alexandra Stevenson won de tiebreak met 8-6. En ze begint met serveren ook in de tweede. De service heeft toch de doorslag gegeven. Al sloeg ze ook wat dubbele fouten omdat ze die tweede riskant speelt. Maar Dokic heeft weinig grip op de opslag kunnen krijgen. Ze maakt het liefst dit soort hele snelle punten. Als je dit ziet, dan kun je je voorstellen dat ze op het gras heel goed tot haar recht komt.
Service die geweldig doorschiet. Die harde slagen, die harde klappen vanuit het achterveld. Met zowel de voorhand als de backhand. Eerste game, indrukwekkend. Eerste game van de tweede set, indrukwekkend. Van Alexandra Stevenson. Lijkt ook vrij rustig, nou niet rustig te zijn, maar wel uitdrukkingsloos. Ze gaat hup meteen door naar het volgende punt. Zaken die gedaan zijn, daar staat ze niet al te lang bij stil. Djokic dan aan service. Oh, die is uit, maar ze koos de goede kant. Ze anticipeerde die voorhand van Djokic uitstekend. Slagenwisselingen zijn misschien gemiddeld 2,5 slag lang. Het gaat erg rap met de punten. Komt natuurlijk toch ook door die snelle servicepunten van Stevenson in haar eigen service games. Er zit altijd wel 1 of 2 vrije punten in. Djokic wint haar eerste service game van de tweede set. Heeft een goed jaar achter de rug, Djokic. 2 toernooizegers, 2 finale plaatsen in San Diego en in Straatsburg. En dan ook nog 5 halve finale plaatsen. Onder andere bij de Canadese Open Kampioenschappen en in Hamburg. Dat zijn grote toernooien en 1 kwartfinale. Dat is een mooi rijtje.
Oh, en ze mist hem. Waarom nou zo hard? En waarom niet eerst voorbereidend gespeeld, indirect? Maar ja, er moet natuurlijk in een fractie van een seconde worden besloten wat te doen. Stevens is bepaald indrukwekkend aan het net. Lang, zoals ik al eerder zei, en met de 85. En natuurlijk ook handig aan het net. Ze kan spelen aan het net. Daar is hij weer, dat vrije punt. Dat scheelt echt enorm als je dat in die service games kunt. 1 of 2 van dit soort punten. Daar hoef je niet voor te zwoegen. Het kost weinig energie. Ja, en weer zo'n doorschieter. Alexandra Stevenson leidt met 2-1 nu. In de tweede set. Serveert nog steeds uitstekend. Service 1-2. Tweede set. Eerste set 7-6. Alexandra Stevenson. Dokic toch wat minder in vorm de laatste weken. In het toernooi van Leipzig. Derde week van september verloor ze in de tweede ronde van Megan Shaughnessy. In Moskou in de tweede ronde van Amanda Koetser. Beide keren haar eerste partij in het toernooi. En in Stuttgart verloor ze eveneens in de tweede ronde van de Russische Tatjana Panova. Na een bye in de eerste ronde. Zoekend dus toch naar de vorm binnen het indoorcircuit in Europa. Dat dus nu aan de gang is. 15 gelijk. Zij wint toch sneller haar service game, Stevenson. Dat kan op een gegeven moment in de wedstrijd bepalend zijn.
Stevenson die vorige week nog de kwartfinale haalde van het toernooi in Stuttgart. Vilderstad om precies te zijn. En daarin verloor van de Slovaakse Hantukova. Ze leidt nu met 3-2 in de tweede set. ...15-0, 2-3, Dokic aan service, tweede set. Gaat toch eigenlijk behoorlijk gelijk op. Stevenson staat alweer klaar. Wil snel door. Ook Dokic houdt wel van tempo. Tempo tussen de punten wel te verstaan. Dokic komt naar 3-3. Zit behoorlijk vol in de hal. Stadion Schloisweek, zoals het heet. Waar al een aantal jaren achter elkaar dit evenement wordt gespeeld. Bal wordt uitgegeven. Het publiek is het er niet mee eens. Het is moeilijk te zien vanuit deze hoek. ...15-30 nu. En nu twee breakkansen voor Jelena Dokic. De eerste breekpunten van de tweede set. Toch wat slordig. Serveerwerk. Van de kant van de Amerikaanse. En zo repareert ze het ook weer snel. Als je over zo'n service beschikt, dan beschik je blijkbaar automatisch ook over zo'n laconieke instelling. Dat hoort bij elkaar. Dat is de package deal. Ja, maar daar is de kans voor Dokic om te breken. En ze doet het. Ze breekt voor de eerste maal. En komt ook voor de eerste maal een voorsprong in de tweede set van 4-3. Dokic gaat serveren. 4-3 is de stand in haar voordeel in de tweede set. Ze maakt dus juist de eerste break van die tweede set. De eerste set ging met 7-6, 8-6 in de tiebreak naar Alexandra Stevenson, haar tegenstandster.
15-30, ja. Ze kan best haar geduld bewaren en de rally aangaan met Dokic. Stevenson is nu toch ook wat voorzichtiger daarmee. Dokic loopt uit naar een 5-3 voorsprong. Goede service game. 15-30 was het eventjes. Maar dan herstelde ze zich uitstekend. Eindigde vorig jaar op de 8e positie van de wereldranglijst. Dokic heeft dus die plek goed gestabiliseerd. Stevenson nu 28e van de wereld. Eindigt op de 60e positie. Dus is aardig gestegen in 2002. Zo makkelijk als ze die bal door dat midden over de lage kant van het net krijgt. Is bijzonder. Hele mooie soepele servicebeweging. Waar weinig kracht bij gebruikt wordt. Wat puur op techniek. Die puur op techniek wordt gespeeld. Stevenson wint opnieuw haar service game. 5-4 Dokic, tweede set. Dokic serveert voor de winst in de tweede set. Leidt met 5-4 en serveert zelf. Dan komt op een 15-0 voorsprong nu. Gaat gelijk op. Dokic brak in de 7e game van de tweede set. De enige break en de enige game waarin ook breakpunten vielen. Hij blijft laag. Ze moet hem opborstelen. Ze moet hem van onder nethoogte omhoog spelen. Dat is duidelijk te zien. En versloeg ze op die laatste bal. 15-30. Maar zo stond ze ook in haar vorige service game. Ja.
Breakpunt voor Stevenson, haar eerste van de tweede set. Goh, wat een bal. En op zo'n punt, geweldig. Knap hoor, dat heeft ze toch heel vaak, dat ze die fantastische punten speelt op dit soort cruciale momenten. Dus echt puur op eigen kracht zich uit de problemen redt. Karaktervol deze 19-jarige Joegoslavische. Dat is ze. En dan is er nu een setpunt voor Jelena Dokic. En ze wint de tweede set met 6-4. En we krijgen dus een derde set. Een derde en beslissende set. We gaan er eerst heel even uit. Dat zijn dan weer de statistieken van de tweede set. En daarnaast ook de statistieken van de totale wedstrijd. Ja, wat kun je ervan zeggen? Jelena Dokic heeft 9 fouten slechts gemaakt in de tweede set tegenover 15 van Stevenson. Daar zit hem dus een verschil en heeft haar breakpunt benut, haar tweede breakpunt. Stevenson heeft er eentje gehad, niet benut. Eerste service percentage ziet er aardig uit. Tweede service percentage, althans de punten gemaakt op de tweede service. Daarin deed Dokic het ook beter in die tweede set dan Stevenson. De Amerikaanse serveert in de derde set als eerste. Stevenson begint met een hele sterke eerste game van de derde set. Ik ben heel benieuwd wat we nog te zien gaan krijgen. Het gevecht is groter, wordt hard gewerkt door beide speelsters en ze zijn aan elkaar gewaagd. Ondanks het verschil in ranking. Nummer 6 tegen de nummer 28 van de wereld. Maar Stevenson zal zeker nog vooruitkomen op die wereldranglijst. Thank you.
En ook zij blijft goed serveren. Eerste servicepercentage van beide speelsters zat op 60 of boven de 60%. En dat is goed. Tokic gaat naar 1-1. Daar komen nieuwe ballen. Ziet er nog behoorlijk fit uit. Het is warm in de hal, dat zie je ook aan de blosjes op de wangen van de Joegoslavische. Mensen vermaken zich uitstekend. Het toernooi wordt goed bezocht, al jarenlang. Het toernooi dat vanaf 1984 wordt gehouden. Veel grote namen, ook uit het verleden, van de internationale tenniswereld hebben hier hun wedstrijden gespeeld. Het toernooi heeft dus een historie. Zij zag die bal uit. Huppakee. Ook in die eerste service game kwam ze met een ace. Nu weer. En dan toch ook weer een dubbele fout. Ja, die blijven ook komen. Stevenson loopt uit naar 2-1. Ze houdt met andere woorden gewoon haar eigen service game. 2-1 dus in de derde set. Ze blijft uitstekend spelen, deze Alexandra Stevenson. Dochter van een donkere Amerikaan en een blanke Amerikaanse vader en een blanke Amerikaanse moeder. Professional vanaf juni 1999. Is bezig in haar vierde jaar als prof. Ze heeft goede leraren gehad. Oud-Wimbledon kampioen in 1932. Ellsworth Fiennes heeft haar een backhand geleerd, volgens de annalen althans. Won trouwens ook de US Open kampioenschappen in 31 en 32. Ze heeft ook les gehad van Bobby Riggs. De man die de jaren 70 het opnam tegen Billie Jean King in The Battle of the Sexes. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Don Butch, Tracy Austin hebben zich allemaal bemoeid met Alexandra Stevenson. Geboren in La Jolla, Californië. Dat is een klein plaatsje aan de kust tussen San Diego en Los Angeles in. Daar heeft ze dus blijkbaar die prachtige techniek van. Thank you.
Dan gaf ze te veel gas. Eerder vandaag speelde ook Kim Kleisters, de Belgische hier. Won heel gemakkelijk met 2x6-1 van de Zuid-Afrikaanse Amanda Koetser. En zij speelt morgen tegen Lindsay Davenport. Naar breekpunt voor Stevenson. Tweede opslag, Dokic. Tweede breekkans, Stevenson, is nu op dit moment even vaster dan Dokic. Beginnen met serveren in die derde set is absoluut een voordeel voor deze Amerikaanse. Ja. Dan gaat een mobiele telefoon. Weer die afzwaaier bij de backhands. Twee achter elkaar. En dat kostte dan vermoedelijk de game. Dokic toch naar 2-2. Dit heeft de Amerikaanse wel aan zichzelf te danken. Dat ze in deze game niet wist door te zetten. Het lijkt dan alsof ze eventjes niet helemaal oplet. Kan ook de spanning zijn hoor. Maar het komt soms over als wat nonchalant gedrag. Protest, maar niet al te overtuigend. Een tweede service. Nee, niet de tweede, de eerste aan de andere kant. Thank you.
Wordt in ieder geval heel hard geslagen. Daar kan geen twijfel over bestaan. Beide polsen van Dokic zijn ingetaped, is duidelijk te zien. Er komt dus behoorlijk veel kracht op die polsen te staan. Dit ook aan het eind van het jaar. Vaak zijn er dan wat meer blessures natuurlijk, zo aan het eind van het seizoen. De speelsters hebben veel toernooien gespeeld. Prachtige bal. Je hoeft dus weinig voor te doen, behalve in te draaien en de bal voor zich te raken. Kwam keurig naast het lichaam. Stevenson wint de vijfde game van de derde set. Dan komt op een 3-2 voorsprong nu. En het blijft dus min of meer gelijk opgaan. Alexandra Stevenson op een 3-2 voorsprong in de derde set. En Jelena Dokic gaat serveren. Zij heeft twee breakkansen gehad in de vierde game. Die ze niet benutte. Dat waren de eerste en de enige breakkansen in de beslissende set. Oh, schoot weg van de lijn. En vervolgens van het racket. Dat aanvallen van Stevenson, dat heeft zin. Maar ja, je krijgt niet al te vaak de kans om dat te doen tegen Dokic. 15-30 nu, tweede opslag. Zo, legt u hem daar maar neer. En weer twee breakkansen voor Alexandra Stevenson. Net als in de vorige service game van Dokic. Maar dan komt de Joegoslavische toch met een hele goede opslag. Tweede breakkans. Vierde van de derde set. Ja, Dokic gaat er vol voor. Opnieuw, net als daarnet. Dit is natuurlijk een noodbeweging. Ze komt er al laat bij. Ze heeft niet die snelheid in de benen van een, bijvoorbeeld een Elena Dementjeva. Die ook wel eens die slag gebruikt als ze in nood is. Derde breakpunt, Stevenson.
Sandra de Tjenken uit Frankrijk. Zeer gedecideerd. Ja, twee keer dezelfde hoek. Dat is het logischst, het meest logisch moet ik zeggen. Djokovic die reageerde daar toch door naar de andere kant te stappen. Naar rechts dus, vanuit die camerapositie gezien. We zijn weer bij 40 gelijk. Hier wordt heel hard gevochten om deze game. Die kan ook heel belangrijk zijn. Maar Djokovic houdt stand. Dat kan uiteindelijk toch ook de manier zijn van haar om zich door deze wedstrijd heen te knokken. Och, wat een bal. Tjonge. Voluit gelopen naar die bal toe. En uitgehaald in één klap, in één beweging. Vierde breakpunt, Stevenson. Ja, daar zat een kansje in deze slagenwisseling. Kreeg de service goed terug. Dat was al een goed begin. Voor de vijfde maal. Choose. Djokovic wint toch deze game. En omdat ze daar in vier breekpunten weer staat, kan het wel weer eens zo zijn dat dat een keerpunt oplevert in de partij. Ja. 3-3. Derde set. Yeah.
Nou, dat ging niet al te gedecideerd. Maar uiteindelijk gaf de man aan dat die bal uit was. Ze slaat de eerste opslag toch heel regelmatig door het midden. Zowel vanaf de linker als ook vanaf de rechterkant. Daar kan Tokic toch behoorlijk op rekenen. Maar dat doet ze niet. Qua opstelling staat ze dan aan die linkerkant wat meer naar buiten opgesteld. Dan 30, belangrijk punt. En een goede opslag, goede service. De vierde ace van deze set alleen al. En een 4-3 voorsprong voor Alexandra Stevenson in de derde en beslissende set. Mooi om te zien, die bewegingen. Het is vrij lang zoals gezegd, 1,85 meter. Stevig gebouwd, maar ze beweegt echt prachtig. Heel soepel, die slagen zien er uitstekend uit. Kan die backhand slicen, kan hem ook met spin spelen, heel hard versneld. Geeft dus met andere woorden druk van zowel de voorhand als de backhand kant vanuit het achterveld. En de service is goed. Volleerwerk, heb ik nog weinig van gezien, maar dat kan ze ook. Veel mogelijk. Met dit nog jonge talent, Alexandra Stevenson, 21 jaar is ze. Dokic aan service, 3-4, derde set. Nog geen enkele breakkans heeft ze gecreëerd. Heeft er wel in de afgelopen twee games respectievelijk 2 en 4 tegengekregen. Dokic is daar als de kippen bij en kiest natuurlijk de lage kant van het net. Thank you.
Oh. Dokkertje is toch ietsje rapper in het snel bij de bal staan dan Stevenson. Ietsje sneller qua bewegen. Dit keer geen breekkansen voor Stevenson, omdat Dokic meteen vanaf het begin af aan bij de les was. En we naderen toch weer zo'n beetje het einde van de set. Dan wordt de druk groter. Wie is daar tegen bestand? Het beste tegen bestand. Oh, oh. Wat een geluk. 15 gelijk of 0-30, dat scheelt nogal. Ja, daar wordt ingegrepen door scheidsrechter Sandra de Jenken. Die zag die bal in en dan moet er een let worden gespeeld. Goed gereageerd, denk ik, van deze scheidsrechter. Ja, en dan is het gelukje aan de kant van Dokic. Staat het in deze game in ieder geval 1-1 wat dat betreft. 15-40. Twee breekpunten. Nu voor Jelena Dokic. De eerste twee van de derde set. Allemaal sms'jes binnen bij iemand op de tribune. Wordt dat hoge gepiep. En we zijn terug bij 40 gelijk. Thank you.
Nu dan toch weer voordeel voor Stevenson. Ja, onhoudbaar. Valt niet te zien waar ze die bal naartoe speelt. En zo scherp geplaatst. Maar het is nog niet gedaan met deze game. Doncic heeft nog kansen. Vorig jaar stond ze in de finale. Hier verloor ze in die finale van Lindsay Davenport. Dik met 6-3 en 6-1. Heeft dus toch wat punten te verdedigen hier in Zurich. Ja hoor. Perfect geplaatst. Ja hoor, het is toch Alexandra Stevenson die de game wint. Deze ontzettend lange negende game van de derde set. Waarin ze tegen twee breekpunten aankijkt. Ze lijkt met 5-4. 2 uur en 1 minuut zijn we al bezig in deze wedstrijd. Weer een lange partij dus. Eerder vandaag speelde Daniela Handtukova een verschrikkelijk lange wedstrijd tegen Elena Dementieva. Partij die 10 minuten na 3 uur duurde. En uiteindelijk gewonnen werd in de tiebreak van de derde set door de Slovaakse Handtukova. 8-6 tiebreak. In de tweede set had Dementieva 4 wedstrijdpunten bij een 5-3 voorsprong. Nadat ze de eerste set ook had gewonnen met 6-3. Die ze niet benutte. Bloedspannend en daardoor is het programma hier behoorlijk uitgelopen. Want hierna spelen ook nog Elena Bovina en Patty Schnieder tegen elkaar in tweede ronde partij. 4-5, Jelena Doncic gaat serveren. Derde set. Dit is
40-0. Een love game voor Dokic. Belangrijk om heel snel de stand toch weer gelijk te trekken. Dit keer naar 5-5. Dan gaan we opnieuw een tiebreak krijgen. Dat is de grote vraag. Tiebreak die er in de eerste sets al was. Stevenson aan service. Spanning gaat nu ook een rol spelen. Spanning in het hoofd en dan vaak ook dus in het lijf. Is iets met een bal niet in orde? Of met het racket? Het racket. De spanning misschien wat teruggelopen. Nou. Ja, ik weet niet of het verstandig is om een ander racket te pakken van Stevenson. Want zelf moet ze dan toch ook heel even wennen aan dat nieuwe slaghout. De nieuwe bespanning die vermoedelijk wat harder is dan dat racket dat ze net weglegde. Derde gelijk. 5-5, derde gelijk, derde set. Ineens die bal naar buiten. Als verrassing op deze stand. Slim ook. Dat was een lob, althans dat had het moeten zijn. Stevenson gaat naar een 6-5 voorsprong. En er komen nieuwe ballen waarmee Jelena Dokic zo meteen zal gaan serveren. Om opnieuw in de wedstrijd te blijven. En het blijft hier dus uitermate spannend. Dokic houdt goed stand. Is natuurlijk niet begonnen met opslaan in die derde set.
Dat is zeker een voordeel voor deze Alexander Stevenson, die daar tot nu toe nog niet van heeft geprofiteerd. Maar het feit dat het zo gelijk opgaat en dat we toch weer op de rand van de tiebreak zitten, zegt iets over het krachtsverschil. Mooi die soepele beweging. Kijk eens die backhand. Komt helemaal van achter het lichaam af. Lichaam stilgehouden, romp stilgehouden. Daar moeder Samantha, die wat roept. Zeer fanatieke dame. Een aanwijzing zo te zien. Nieuwe ballen voor Jelena Dokic. 5-6. Derde set. Oh, gleed van de lijn af. Ja. Geverfde lijnen zijn glad natuurlijk. 15-30. En dan zijn er twee wedstrijdpunten voor Alexandra Stevenson. Wie had dat gedacht? Eventjes. Klein gelukje, die lijn daarnet. En dit laatste punt krijgt ze dan min of meer cadeau van Dokic. Licht concentratieverlies van de Joegoslavische. De bal valt op de lijn. De eerste wedstrijdpunt weggewerkt. Wat goed, wat gedurfd, wat moedig van Jelena Dokic. Dit is heel verdiend. Komt terug naar 40 gelijk. Speelt gewoon voor wat ze waard is. Gooit echt al haar kunnen in de strijd. Dit is een hele moedige bal. Die zakt al iets onder net hoogte. Twee matchpoints weggewerkt. Bal is uit en er is een derde wedstrijdpunt voor Stevenson. Oh.
Een dubbele fout. En daarmee levert Doggies de partij in. En wint hier Alexandra Stevenson deze tweede ronde partij. Van Jelena Doggies voor de tweede maal in haar carrière verslaat ze de Joegoslavische. En ze wint met 7-6, 8-6 in de tiebreak, 4-6 en met 7-5. En plaatst zich voor de kwartfinale waarin zij uit gaat komen tegen Conchita Martinez uit Spanje. Eveneens ongeplaatst. De vierde geplaatste...